Ja, ik heb zaterdag de Valentijnprijs gewonnen. Dat is de prijs voor het beste romantische boek van afgelopen jaar. En ja, daar ben ik super blij mee natuurlijk. Ja, want er waren een aantal genomineerden. Er waren 5 genomineerden en daaronder waren niet de minste namen. Gerda van Wageningen bijvoorbeeld, José Vriends, Ellie Koster en Rayana Crispijn, die hem vorig jaar gewonnen heeft. Dus ja, ik ben super blij. Ja, want Gerda van Wageningen is een behoorlijke bekendheid, hè? Ja, zeker. Dat is eigenlijk het boegbeeld van het genre, hè? Dus ja, als je daarvan mag winnen, dat is een eer. En jouw boek, kan je daar iets over vertellen? Ja, het is een losstaand vervolg op Glinster Zwart. Glinster Zwart gaat over Helga die in een moeilijk huwelijk vastzit. En nou, tot de conclusie komt dat het niet beter zal gaan dan dat het op dat moment is. En daar eindigt het boek eigenlijk. Ik kreeg zoveel vragen. Hoe gaat het nou verder met Helga? Blijft ze bij Piet of gaat ze van hem scheiden? Wat gebeurt er verder? En Helga liet mij ook niet los. Dus zie daar kwam Schelpenwit. En Helga heeft de stap gezet om te gaan scheiden. Maar ja, dan ben je er nog niet. Hè? Dan moet je je leven nog weer opbouwen. En ook dan komen er dingen op je pad die niet makkelijk zijn. Zeker als je samen kinderen hebt, dan ben je nooit los van je ex-man. En daar worstelt ze mee en ze komt boven. Ik kreeg ook heel veel reacties van mensen die er heel veel herkenning in vonden. En dat is ook altijd erg fijn. Dat is eigenlijk de grootste beloning. Ik bedoel, die prijs is natuurlijk echt super geweldig. Maar als je de lezer blij maakt, als ze daar wat mee kunnen, ja, daar doe je het voor.